Yo, kijkers van Max Spencer. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer terug met de Minecraft Survival samen met Sjoerd. Hey, goeiedag. Ja, en er zijn vandaag nog een aantal dingetjes van plan. Ik ben sowieso bezig geweest met mijn basement. Dus het eerste wat ik wil laten zien, dat zagen jullie net door het raam. Ik heb het hier een beetje geterraformd, toch een beetje het design weer een beetje weg moeten halen om plaats te maken van deze schoorsteen die ik hier heb gemaakt. Want ik ben hier beneden goed bezig. En Sjoerd is hier nog even bezig met een klein projectenbord waar we gewoon al onze projectjes op kunnen zetten. Ik ga er ondertussen mijn basement in, zoals jullie kunnen zien. Hier is gelijk weer een andere deur. Dus, ik heb hier nog heel wat barrels staan. Die kan ik dus allemaal gebruiken voor opslag. En misschien dat ik deze muur dan ook nog een keer wil gaan gebruiken om misschien nog een ruimte te maken dat ik ook een enchantment room heb. Maar dat is een beetje op dit moment nog niet echt nodig. Nou, en dan komen we hier. En zoals je kunt zien, een hele muur met ovens, een smederijstukje en gewoon een plaatsje met vuur. Waar natuurlijk de rook uitkomt. En hier heb ik ook mijn broer Stans Plus mijn cauldron staan. Kan ik daarin? Ja, thanks. En ik heb tegenwoordig dankzij Sjoerd ook dit schild gekregen. Het moet een letter M voorstellen trouwens. Van Mark, dus. Ja. In principe ben ik blij hoe mijn basement er nu uitziet. Het ziet aardig goed uit. Natuurlijk als ik een keer denk van, hey, ik wil hier nog een keer een deur van gaan maken of zo. Doorgang voor gaan maken. En met wat meer ruimte, dan kan dat in principe. En natuurlijk, dit werkt gewoon helemaal prima. Ja. Ik heb hier 6 science. Oh, ik had nog science in mijn kist zitten. Ik heb er ook een paar. Ik denk dat dit projectenbord gaat worden, man. Ja. Niet, kijk, ik kan het wel mooier maken, maar dan wordt het groot. Dit is gewoon klein, simpel en het ziet er wel leuk uit. Dus een project, brug afmaken. God. E-D-signen. Zo schrijf ik het niet goed, toch wel? Nee. Dit ziet er cursed uit. E-design. close enough. Ik wil redesignen. Die heb je? Ja. En de pearl farmer. Die hebben we nodig om naar Nether te gaan natuurlijk. Onzo, oké. Ja, en de pearl farmer, een brug afmaken en de pearl farmer. Minen, zoals in diamond zoeken enzovoort. Ja, resources verzamelen. Ja. Gekke campfire maken of zo. Dat is op zich wel een leuk projectje. Niet de grote, maar. Fireplace maken. Ja, waarom eigenlijk? Omdat het er mooi uitziet. Moeten we even kijken. Nee, maar ik zit sowieso nog een beetje te denken om gewoon daar waar dat dirt nu zit, sowieso nog een toekomstig project van gaan maken. Marktplaats met villagers bouwen. Ja, dat is een groot project. Dat wordt leuk. Nou, de huizen hebben we op dit moment al afgemaakt. Ja. Dus ik wil dan ook nog een keer een project marktplaats met villagers bouwen, inclusief huis voor de villagers. Ja. En dan kunnen we natuurlijk gewoon een beetje in onze stijl doen van onze huizen natuurlijk. Ja, precies. Dus dat kan daar ondertussen mooi staan. De brug willen we nog een keer afmaken. Nou, mijn huis is zo goed als af. Daar hoeft echt niks meer aan te gebeuren. Volgens mij is jouw huis ook af. Zo goed als je. Waarschijnlijk moet ik ook een project gaan maken dat we ook weer moeten gaan slapen. Want wat weer donker. Ja.
Nee, maar het, ja. Dan gaan we nou gaan we gewoon even bezig met wat resources regelen. Dus we gaan een mine in, zodat we wat enderpearls kunnen farmen door middel van dat wij gold gaan regelen en dan gaan we trainen met piglins. Dat vind ik een handig idee. Ik ga nu in bed liggen. Ja, ik we ook. Gaan slapen. Ik ben al ready om de mine in te gaan. Ja, ja ik gaan. Ook. Heb je genoeg torches en food? Ja. Genoeg pickaxen? Ja. En een beetje hout meenemen? Hout moet ik nog pakken. Oké. Okay. Dat is het enige. Hout moet ik ook pakken. Ik neem gewoon een stack aan logs mee en dan is het gewoon prima. Heb je altijd genoeg? Spruce logs, sticks neem ik mee, een crafting table, die kan ik in principe dan gewoon nog maken. Want ik heb er ja, geen precies. meer, of misschien moet er nog één in de kist zitten hier, maar dat betwijfel ik. Want deze kist moet ik ook echt nog wel een keer gaan uitzoeken van, hey, wat moet hier mee gebeuren? Ik heb een goed project. Let op. Volgens mij schrijft het zo. Ja, dat is een goede. Naar de water halen, man. Dat wordt ook nog een groot project. Dat klopt. Dus let's go, we gaan de mine in. Ja, en we moeten hier de rails afmaken, hè. We moeten meer gold hebben. Ja. Want we zijn hier al een heel stuk geweest. Het is nou dus even de vraag, welke kant gaan we nu een beetje op? Oh, het is echt... Wat de fuck? Goed, ik hoor volgens mij iets van een slime of zo. Nee, echt? Ja. Oeh, we hebben slimes nodig. Gold. Dat was al gewoon 13 gold, hè? Nice. Met die Fortune 3. Iron. Oh nee, Mark, jongen, daar komen weer veel resources binnen. Oh ja, ik hoor iets boven. Ja, een kleine slime. Oh, nice. En ik heb 2 slimeballs. Oh, nice. 2 sticky pistons. Even, hey, deze kant zijn we trouwens ook nog gewoon niet op geweest, hè? Nee, klopt. Waar ben jij? Ik ben even fucking mobs killen. Dan gaat hier ook helemaal naar boven en zo. Oh, daar ben jij ergens. Oh, hier zijn al iron en coal. Neem het ook maar gewoon mee. En dan loopt het dood. Hier heb ik ook kool. Waarom zit er maar 1 kool? Dat is toch raar? Ja, ik weet totaal niet waar je heen bent gegaan. Ik ben helemaal niet ver, jongen. Nee, op de kaart zit je ook gewoon op mee. Kijk maar. Daar zit jij. Oh, hier heb ik kool gevonden. Twee creepers. Ja, maar Sjoerd, wat de hel zit jij dan? Ik heb geen idee, Mark. Oh, ben ik toch niet gegaan? Loop eens terug. Loop terug. Ik ben gewoon plak bij de deur eigenlijk. Ik heb hier net gold gehakt. Jij bent daar ergens. Dude, ben je nou echt zo blind? Wat doe je daar? The fuck, man? Wist je niet dat ik dat was de hele tijd die aan het schieten was? Was jij dan? Ja, dat was ik! Ik zag overal skeletons lopen en zo, ik ben aan het killen. Jij hebt hier gewoon kloten. Ja, ik dacht echt van... Proberen me stil te houden. Ik denk echt van... Hoe kun je mij dan niet zien? We gaan nog steeds hoger en oh ja, je loopt dood, zei je. Ja. Dat vond ik wel mooi. Ik heel tijd schiet en ik raak die ook nog wel een keer. Kijk dan totaal niet op van waar de fuck komen die pijlen vandaan. Helemaal niks. Ik dacht niet, maar ik zag gewoon skeletons. Dus ik dacht, oh, die waren dat. Aha, nope. Cool, we gaan deze kant op. Hier zijn we nog niet geweest. Dat vond ik wel mooi.
Nu was ik dus aan het lopen, ik dacht, waar blijft die markt nou weer? Oh, ik hoor een enderman. Oh ja, we hebben die enderpuls nodig. Oh, ik heb goud gevonden, Sjoerd. Kom even terug. Jo. Nou, het mooie is, zodat ik, of wanneer de aflevering online komt, dan kun je ook zien dat ik heel de tijd bezig ben. Kijk, hier. Ah, vind ik me mooi. Dus ik ben gewoon een beetje sneak in de aflevering. Shoot, ik ben aan het helemaal niks door. Oké, eens even kijken. Want we moeten ook dieper voor diamonds, dus... Nou, hier zit weer wat kool. En hier ook wat iron. Maar op zich hebben we niet meer heel veel kool nodig, want... Nee, dat ja, we hebben best veel hout. Ja, kolder is niet echt een probleem. Maar deze pipe zit er alweer heel wat klein. Dat heb ik niet meer nodig. Ik heb toen heel wat meegenomen, ik doe er niks mee. Hier, nog meer iron. Ja, hint, kijk. Hint. Dat is juist mooi iets voor onze base. Of voor de brug, bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Ik denk dat hij dood loopt. Hé, hey, moet je eens op J drukken? Kijk op de kaart. Hoeveel mobs er zitten voor ons. Oké. Okay. Caves-regio is dit. Oh, found it. Found the water Femme source. Ah. Oh. Maar, kunnen we hier wel ademhalen? Volgens mij niet. Oké, we gaan de andere kant op. Is er echt niks anders? Oh joh, kom hier. Oh, damn. Oh. Dit is best vet. Hoor dat geluid. Ja. Ik zit de hele tijd hier diamond pickaxe kapot te maken. Ja, moet je niet doen. Nee, dat is zonde. Echt leuk geluidjes. Ja. Amethyst. Kill, druk één knop J. Kijk hoe groot die caves hier zijn, man. Zullen we weer de andere kant op gaan? Daar hadden we veel grotere caves. Ja. Hoe groter de cave, hoe meer kans op diamonds, heb ik gezien. Nou ja, we in hebben geval... alweer redelijk wat ores, dus... Ja, nog wat amethyst. Kunnen we misschien ook wel wat mee. Dat zijn wel gave bouwblokken. Jongen, ze hebben die caves wel zo gemaakt dat er allemaal zooi in ligt. Ja. Het is niet zo fijn om doorheen te rennen eigenlijk. Ja, nou ja, dat is nou eenmaal. Maar het is wel gaaf geworden. Dat klopt. 100 keer beter dan hoe het was. Kijk, hier gingen we de vorige keer naartoe. Ik wil weer een slime. Ach, wat? Waar de hel zit jij? Ik? Nee, hey, de slime. Hier, gevonden. Eén slimebol. Nice, hebben daar zat hij. Ja. Ik dacht dat hij boven zat. Maar nee, helaas. Kijk, hier zijn we ook helemaal geweest. Je zombie village. Hey, gold boven. Dat is wel mooi. Nog meer gold. Ja. Hey, ik heb een axolotl gevonden. Ja, die heb ik al gezien toen. Zei ik af tegen jou dat ik zo'n beest vond. Oh. Oh, maar die moeten we niet killen. Die moeten we vangen in een emmer.
Ik heb een emmer. Pak hem. Got him. Ja, nice. We gaan een aquarium bouwen. Dat komt ook nog op het bord. Ja, dat gaan we doen. The cutest predator. Catch an axolotl with a bucket. Nice. Ik moet ook naar oors boven ons. Gold of zo. Au. Denk ben ik het niet. Nee. Ah ja. Ja. Dat kan ook dus niet meer. Oké, okay, nou. Kom hier dan. Mis. Oh, hey, lava. Oh, we hebben dit wel gezien. Oh, lavapool hier. Ja, die kan ik me ook niet herinneren, maar hier staan allemaal torsjes. Kijk maar, hier zijn we echt wel geweest. Ja, we zijn er denk ik gewoon langs opgegaan en niks van gedaan. Hier beneden zijn we volgens mij niet geweest. Hé, hey, een mineshaft. Oh. In een mineshaft vind je geen diamonds. Oh, damn. Dat ziet er nice uit. Ik moet zeggen... Oh ja. Hier ben ik toen geweest, alleen... Oh, hoe kom ik hier omhoog? Hier ben ik toen geweest, alleen toen dacht ik, dit moeten we in de aflevering doen. Toen zag ik dit. Dit is echt thumbnail waardig, Sjoerd. Hint, hint. Dat is het gewoon. Je kunt zeggen wat je wil, maar het is fucking nice hoe dit eruit ziet. Hé, hey, hoe komen we naar boven? Oh, hello zombie. I'm gonna kill you before you kill me. Ow, ow. Ik denk dat hij jou kilt. Dat was unnecessary. Ja. Oh, yo. Dit is echt... Man, dit is echt groot. Dit is gigantisch. Oh, holy shit. Wij moeten echt night vision hebben. Dan zie je hier gewoon alles, hè. Oh. Als we night vision potions kunnen maken. Ja, moeten we... Annapel. Dus we moeten nou gewoon veel gold vinden. Nou, dan moeten we goed komen, denk ik. Ik ga er sowieso die... Fuck, ben jij? Oh, daar. Oh, shoot. Over hout gesproken. Ja? Ja. Mooi. Oh ja, dit is ook nog veel ook, man. 9 blokjes, dus. Ik heb nu al 42 gold. Dit is zo fucking vet hoe die er allemaal bij hangt ook. En gewoon die platformen, die worden... Die chains ook gewoon die hier zitten. Ja, en dan gewoon in zo'n open gebied... Van die fucking cave spiders. Ik moet dat ding kapot maken. Wacht, ik doe toortjes erom. Wacht, niet kapot maken. Oké, zullen we deze kant op gaan? Mark, toortjes tegen de rechte muur plaatsen. Dus... Dan ja, zitten ze hoor. Links als je terug wil lopen. Hold on, hoor, want ik ben even een beetje de mindset in gegaan. Ja, ik ook. Oh, kistje. Cool. Iron ingot, torches, rood. Nou, de rails kan ik wel laten liggen. Coal. Oh, wacht. En een iron pickaxe. Ja, het is niet echt van dat detection rails. Of power rails bedoel ik. Oh, shoot, bij mij zit goud. Ja, jij rent letterlijk tegenovergestelde kant van mij op. Aan het einde van de gang. Hey, je zit gewoon... Oh, dit is geen power trail. Dat is toevallig net degene die ik had gevonden. Ja, dat dacht ik al, man. Einde van de gang, ja. Oké, okay, dat loopt ook allemaal dood. Ja, dat is het belangrijkste, man. Zoveel mogelijk gold regelen, nou. Deze kant op. Oh, weer een spanner. Hey. Ik stond ineens midden voor je neus. Oh, en nog wat meer goud aan de tegenovergestelde richting. Beetje, waarom kan ik je niet raken? Je sloeg mij. Ik sluit dit gewoon af. Oh, zwaard kapot.
Ah, shoot, hier beneden, op wat gat. Nou, dit hebben we dus ook wel, dit is ook leeg, dit stukje. Het is echt gewoon een labyrint, jongen. Ja. Ja, dit hebben we allemaal gezien. Dus hier kan het dicht. Of moeten we hierheen? Was dit de terugweg? Ja, dit is de terugweg. Oké, nog zeg hier een blok. Dit is klaar. Hier dan. Hey, kom eens hier. Veel iron. En nog meer verderop. Oh ja, ik zie het. Echt een grote cave, holy shit. Ja, die caves zijn 100 keer beter geworden. Alleen ik wil gewoon meer diamonds vinden, man. Kunnen we hier nog ergens heen? Nee, dit is wel klaar. Nee. Hier rechtdoor. Oh, dood. Hier, iron. Ja, ik krijg ook wel weer levels van redstone minen. Oh, en precies hier, shoot, zit ook nog iron. Ja. Hier loopt ook dood. Wow, dit is veel. Hier ook nog iron. Liep de dood naar beneden? Ja. Dit loopt ook dood. Weer iron. Hop. Oh mijn god, what the fuck is dit voor cave? Hey, iron. Ja. Op dak dood. Ook dood. Oké. Hier weer een fucking spawner. Jezus, dat is de derde fucking spawner. Moet je nagaan. Ik ding maar stuk. Kijken of er nog aan de andere kant zit. Denk het niet. Oh, nog wat iron. Nou. Oké, maar. Of kan ik erbij komen? Ja, je kunt erbij komen. Oké. Hoppa. Langzamerhand gaat die diamond pickaxe ook wel weer stuk, man. Ja, maar dan kun je gelukkig wel repareren. Oh, hier. Ook weer iron. Oh, stromend water. Weer heel veel. Ah ja, in zulke cave vind je bijna nooit diamond. Ja, in kisten maar. Oh, achter je, shoot. Iron. Ja. Bijna laten liggen. Ja, dat loopt ook dood. Maar misschien moeten we maar gewoon weer teruggaan, voordat we echt helemaal half 12 raken. Ja. Ja, en dan gewoon verder naar de rest van de cave, want hier gaan we geen diamonds vinden. Nee. Hier, torches links aanhouden. Ik heb ze ook hier rechts geplaatst. Ik loop gewoon een mineshaft links, of rechts van hier. Nice. Nice building. Hey! Nice building. Oké. Ja. Doe je gewoon naar beneden gieten in dat water of zo? Ja, dat doet. Ga ik wel even deze kant op. Eerst. Wow, yo, Mark, dit is echt niet normaal. Nee, echt, hè?
Oh mijn god. Oh, dit moeten we echt de volgende aflevering ook nog gaan exploren, denk ik. Aha. Holy shit. Dit is gewoon niet normaal hoe groot deze cave is. Oké, welke kant lopen op? Moeten we niet een waypoint zetten waar de uitgang was? Dat wordt een beetje... Dat is een beetje te laat, denk ik. Oh. Nee, ja, gewoon hier. Bij die mineshaft, dan vinden we het wel weer terug. Ja, als jij dat even voor mij wil doen, dat zal fijn zijn. Even kijken. Oh, hier, goud en iron nog. The way out. Die maak ik, groot. Oh, echt waar. Wat een nice shit hier. Deze cave is veel te groot, man. Dit ziet er toch ook gewoon fucking vet uit. Op welke laag zitten wij? Min 26. Oké. Moeten we nog wel wat dieper als het kan voor diamonds? Ah, hier zit ook nog goud. Mooi. Wat dat zouden we nodig hebben. Jij bent een grote axolotl, holy shit. Yo, die ga ik ook meenemen. Hier. Even kijken. Heb jij iron? Ja. Kan jij nog een beetje gold zoeken en stuff? Nee, hold on. Ik heb nog wat iron ingots. Nice. Ik heb dat ook maar gewoon. Kom hier, beest. Hop, we hebben er nog één. Hé, hey, nog wat meer iron. Predator. Ik moet die luggage van mij even plaatsen. Dit is zo fucking veel iron. Normaal. Oh mijn god. Oh mijn god. Shoot. Kom hier. Ja. Ik kom. Dit is echt een dikke oorveen. Holy shit. Oké. Waar ben je toe? Daar. Ja, hoe groter de cave, hoe meer lucht er komt, hoe meer oors. Ojo, ojo. Ja, precies. Oké, okay, hoeveel gaat hiervan afkomen? Ik kreeg net van één iron blokje. Van de eerste kreeg ik gewoon al vier, hè? Oh ja. Met die Fortune 3. Ik vind het ook wel grappig, hoe die axolotl uit die uit die bucket kijkt. Moet je kijken. Ja. Dat was 42 iron. Nice. Gold daar achterin en een Enderman. Nou. Die moet ook even killen. Kick de Enderman. Ik heb alleen geen zwaard. Ik doe het met een erg. Doe jij met een zwaard? Sure. Diamond. Die gaan we zo pakken. Oh, dikke crit. Ja, val mij maar aan. Goed zo. Ik heb een kleiblok. Thanks. Oh nee, is het maar één diamond? Help even mee. Ja, hier, zie je? Je moet echt goed eromheen hakken. Hak hier ook even rond. Ik kreeg er maar eentje van die. En totaal drie. Dit was op laag min 15. Ja, we zitten ook te hoog. Nou, dit was het, denk ik. Ja. Even zoeken. We moeten dus echt goed kijken, jong. Kijk hoeveel iron hier weer zit. Ojo. Echt... En gold eronder. Ik denk echt niet dat we weer een tekort hebben aan iron. Nee. Dat kunnen we zoveel gebruiken, dat is niet normaal. Woe! Ja, daar ging Mark bijna. Not really, thank you. What's up for achievement? Dat is als je een arrow blokkeert met je schild. Oh, die heb ik nog niet gedaan. En volgens mij, ja, mijn helm is kapot ook nog. Kijk hoeveel iron mag, hoor je ook. Ja, dat is niet normaal. Dus, hier nog meer. Hier nog gold. Het houdt niet op. En nee, dit houdt gewoon niet op.
Ik moet dadelijk maar stoppen met Iron met Fortune pickaxe hakken, want die Diamond pickaxe is dadelijk stuk. Ja, echt hè. Oh, nog meer. Hallo, creeper. Ik denk dat ik nou serieus moet stoppen met iron hakken met deze pickaxe, man. En dat we dat gewoon met de normale pickaxe weer moeten doen. Ja. En dit meer bewaren voor de gold en diamonds. Heb je ook goed, ja. Want dat kost zoveel levels om dit ding te repairen. En we hebben geen XP farm of zo. Nee, inderdaad. En dit is ook wel volgens mij een beetje het einde van deze gigantische cave system aan deze kant. Oh ja. Dus ik denk dat we ook misschien het beste nu even de aflevering kunnen afsluiten. En dan de volgende aflevering gewoon even nog misschien de andere kant op te gaan. Yep. En dan moeten we maar gewoon even, denk ik... laat ik gewoon even een klein huisje hier maken. Niet al te groot. Iets te klein, vind ik. En gewoon oneindig iron, dat is abnormaal. Hier weer gold. Ik heb ook al wel veel gold geregeld hoor. Ik heb bijna 2 stacks. Dat is wel nice, ja. Ja. Ja, nu zit ik op 2 stacks. Dus ik denk dat we genoeg enderpearls kunnen fixen. Maar wat wil je, zou je even terug kunnen komen? Dan kunnen we misschien nog even... Want we hebben nu nogal aardig veel strings. En van die strings kunnen we ook weer bedden van maken. Ja. En dan kunnen we even gewoon als respawn point gebruiken. Als je dat wil. Maar dat is op zich wel een goeie. Ja, maar wij gaan toch weg van deze plek. Wij zijn hier praktisch klaar, dus we gaan hier weg. Dus als we doodgaan, komen we weer hier. Dus dat heeft, ja, ik denk dat het niet veel nut heeft. Ja, ik ga in ieder geval gewoon schuilen in dit huisje. Ja. Want ik ga de aflevering dan afsluiten. Dus ik hoop dat het leuk vonden. Geef like, abonneer op mijn kanaal en zie je volgende keer weer. Later.